van filmplaats nummer 3. Aan de leiding zit daar Mars. Mars is weg en op keten met 3 fietsrechters. Bosma gaat naar boven komen. Ten koste van de bergen. Van de bergen op de 3 schot. En ook nog mee naar de volgende ronde. Marcel Kopp. We kijken naar Schoolman, Nederkoorn en Dirks. Wat betekent er van Koeman? Oh, dit is aan de leiding naar Scheenloop. Scheenloop staat met Van der Wiel op de 1 en 2. Schoolman daar, Kunkletje op 3. En de 4e plaats, schitterend in de lijn, door naar de volgende ronde. Juri Nederkoorn. Een hele mooie groep jongens van 18 jaar voor een halve finale. En dan was het een hele goede trek die het niet leven die worden tussen de schitteren gewonnen. Waar het linker van Van der Leyen, Schipper en Schoolman. Op Doesburg, Spanninga en Geerling. Als de tweede mocht komen, ziet het er heel goed uit voor Spanninga. Hij gaat comfortabel aan de leiding gewoon door Van der Leyen op de 2. En de derde trek voor Geerling. Oh, ballen op 4 en 5, de 1-1 op Benny van Leij en een hitsuiter voor Corné Schipper. Zeven sterke mannen benden naar Wolfsburg en van Leij. Oh, deze Wolfsburg heeft de Parels het ijs ogen sluiten. Het is jammer en voorbij voor de Jonge Parels, maar niemand denkt erop van bijvoorbeeld deze Wolfsburg. Deze van de Steen moet de ballon door die bult heen. Komt er aan van de 5-6-7 en Matthijs de Ruiter. Matthijs de Ruiter en Van de Steen op de 1 en 2. En dan de rekening van Kenny van de Steen op 3. En de 4e plaats voor de 16-0 champion.